en dwingt het lot u ooit tot de keuze tussen schoothondje of pitbull, wees dan de pitbull. Ieder jaar sinds ik voorzitter ben, ga ik bloemen neerleggen op het graf van onze stichter Karel Dille met enkele familieleden. En ik doe dat niet alleen uit plichtbesef, maar omdat Karel Dille ook vandaag nog een bron van inspiratie is. En toch komt hij niet over als een charismatisch figuur, of vergis ik me daarin? Ik denk dat de meeste mensen zich daarin vergissen. Hij was zeer principieel, zeer trouw, zeer rechtlijnig, maar met een enorm gevoel voor humor. Iets wat blijkbaar de meeste mensen niet weten, maar hij was een echte humorist. Hij was een intelligent en principieel man. Hij was een Vlaams nationalist. En zijn analyses zijn nog brandend actueel, ook vandaag de dag. België is het probleem en nooit de oplossing. En een volk moet zelfstandig worden. En dwingt het lot inderdaad ooit tot een keuze? Wel, dan kiest het Vlaams Belang ook vandaag nog steeds voor het pitbull. 15 jaar is het vandaag geleden dat papa overleden is. Het lijkt een hele tijd, maar voor ons, familie, kinderen, kleinkinderen, is het alsof het gisteren gebeurd is. We missen hem nog elke dag en denken heel veel aan hem. En de familie, kinderen, kleinkinderen vinden het dan ook fantastisch dat Tom, onze voorzitter, ieder jaar, nu reeds 8 jaar op rij, aandacht besteedt aan deze droevige gebeurtenis, aandacht besteedt aan het overlijden en ieder jaar tijd vrijmaakt om een mooi bloemstuk op het graf te komen leggen ter nagedachtenis van papa. Wij appreciëren dit bijzonder.